gaat zorgen. Mevrouw de voorzitter, de avondklok is een maatregel die heel algemeen van karakter is, ver ingrijpt in het maatschappelijk leven, in de bewegingsvrijheid van de burgers. Het is ook heel moeilijk om te bewijzen dat deze specifieke maatregel groot effect heeft, zo geeft het OMT aan. De SGP vond en vindt, alles afwegend, dat de avondklok in de huidige omstandigheden geen proportionele maatregel is. En ik zeg daarbij, dus wij blijven op het standpunt dat wij daarmee ook de verlenging afwijzen. Ik zeg daarbij dat we de lat hier hoger leggen dan voor andere maatregelen die het kabinet neemt. Omdat het een uitzonderlijk juridisch kader is waar een beroep op wordt gedaan. En daarom zijn wij eigenlijk extra streng op deze maatregel. De coronawet hier uitvoerig besproken. Daar valt deze maatregel niet onder. En dus ook niet bij alle waarborgen die bij die wet horen. En eigenlijk vind ik het ook heel ongemakkelijk om nu hier in het parlement te staan over een verlenging. Terwijl het eerstvolgende debat over de avondklok had over de wet moeten gaan. Want duidelijk zegt deze bijzondere noodwet dat er onverwijld een wetsvoorstel naar het parlement moet worden gestuurd. Zodat Tweede en Eerste Kamer, dat is nu ook nog niet gebeurd, zich kunnen uitspreken over de invoering. En nu praten we eigenlijk al over een verlenging zonder dat we de invoering parlementair hebben bekrachtigd. Heel ongemakkelijk en daarom extra kritisch vanuit juridisch oogpunt op deze gang van zaken. En mijn kernvraag is daarom ook, waarom heeft het zo lang geduurd voordat de bekrachtigingswet naar de Kamer is gegaan? Waarom is niet zoals bij de spoedwet over die testverplichting alles uit de kast getrokken om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen? Voorzitter, tot slot. Ik lees dat het kabinet de avondklok de komende weken zeer nauwgezet blijft beoordelen en wanneer daar eerder aanleiding toe is per direct te stoppen. Kan de minister aangeven op basis van welke informatie het kabinet al dan niet besluit om de avondklok te beëindigen voor 3 maart? Dank u wel. Dank u wel.